Nou, voorzitter, het gaat mij ook niet om de uitkomst van dat onderzoek of van die rechtszaak. Het gaat mij erom of de minister ervan wist dat de premierskandidaat hier een rol in speelde of zou gaan spelen. En daar heb ik ook naar gevraagd. Of dat ook iets was om rekenschap van te geven op het moment dat er een vraag bij deze meneer terechtkwam. En of dat ook gedeeld is met de onderhandelende partijen. De minister. Voorzitter, wat mevrouw Van der Werf doet is het betoog van een advocaat die een rol heeft in een strafrechtelijk onderzoek als waarheid aannemen en aan mij vragen hoe ik dat vervolgens heb getoetst. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is een zaak die gaande is en daar is onafhankelijk onderzoek naar gaande. Ik heb net hier Sixt Dijkstra aangegeven dat alle relevante documenten zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie en ADR. Die moeten dat onderzoek doen en daar zullen we zien wat eruit komt. En alles wat ik daar inhoudelijk nog zelf aan zou gaan bijbedenken, hoe ik denk dat dingen zijn gegaan, ja, dat past natuurlijk niet bij zo'n zwaar onafhankelijk onderzoek wat daarbij nodig is. Maar ik zou denk ik wel terughoudend in zijn om bepaalde quotes in een krant aan te nemen als waarheid en dan vervolgens op deze manier iemand die er niet bij is te willen beschadigen. Dat zou niet mijn lijn zijn geweest. Mevrouw Van der Werf. Nou, voorzitter, wat deze minister nu doet, is doen alsof het hier alleen maar om de quotes van een advocaat gaat. En dat is natuurlijk niet het geval. Er is al lang toegegeven door een voorganger van u en ook door de NCTV zelf dat er grove fouten zijn gemaakt. En het is natuurlijk voor iedereen glashelder wie daarbij betrokken was. En ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal dat je als Kamerlid daar je vraagtekens bij hebt. En ik constateer dat de minister ervoor kiest om op die vragen te duiken. Ondanks dat zij hier de petten op heeft van partijleider, onderhandelaar, minister, et cetera. Maar ik zou het toch heel erg nuttig vinden. En ik denk ook dat heel veel mensen interesse hebben in het antwoord op die vraag. Dat zij hier toch op kan reflecteren. En dan heb ik het natuurlijk niet over de quotes van een advocaat. Maar de misschien wel tientallen andere artikelen die hiervoor ook zijn verschenen in de krant. De minister. Nou, mevrouw Van der Werf haalt heel handig verschillende, totaal verschillende casuïstiek dan door elkaar om een soort van rookgordijn op te doen. Dat lijkt mij niet zo handig. De NCTV-analyst is een volledig losstaand iets van als het gaat over de grondslagen van de NCTV. Degenen die daarin geïnteresseerd zijn, die kunnen de vele debatten die we daarover hebben gehad allemaal online terugvinden. Die kunnen ook kijken naar de Kamervragen die zijn beantwoord richting mevrouw... richting de heer Sixt Dijkstra en de heer Van Nispen, moet ik zeggen, van 13 mei bijvoorbeeld. Die kunnen kijken naar het project dat is ingestart als het gaat over de taken en grondslagen van de NCTV. Die kunnen kijken naar in 2021, hebben we de Kamer schriftelijk geïnformeerd. We hebben alles met elkaar uitgeplozen en alles is transparant terug te vinden. De grondslagen NCTV is uitvoerig aan de orde geweest. De wet is inmiddels aangenomen. Dus dat zou bijna niet nog transparanter kunnen. Ik zou niet weten waar we daar nog meer transparantie en informatievoorziening in moeten leveren. Dus als mevrouw Van der Werf dat heeft gemist, er zijn woonstukken, dan kan ze daar gerust naar kijken. Dat heeft allemaal helemaal niks te maken met een analist waar nu strafrechtelijk onderzoek naar gaande is. Die twee dingen zijn niet met elkaar te vermengen. En het beschuldigen van iemand op deze manier, zou denk ik mevrouw Van der Werf echt niet moeten willen. Mevrouw Van der Werf. Nou, voorzitter, volgens mij is hier één iemand die een rookgordijn opwerpt. Ik heb hier één hele simpele vraag gesteld waar gewoon geen antwoord op komt. Wat vindt de minister ervan dat haar premierskandidaat in deze verschillende zaken, drie verschillende zaken, een rol in heeft gespeeld? En is dit besproken, ja of nee? De minister. Voorzitter, nogmaals, mevrouw Van der Werf verzint er zelf bij dat hij per definitie in zaken een rol gespeeld zou hebben. En dat vind ik niet passen voor mij in dit debat bij de rol van een Kamerlid of bij de rol van een minister. Dat is aan onafhankelijke onderzoekers. Als dat zo is, dan zal men kijken, is dat ook oneigenlijk gebeurd, ja of nee. Wat ik in algemene zin kan zeggen, is dat ik trots ben dat wij in dit land mensen hebben die verantwoordelijkheid nemen, die daar staan, die moeilijke taken op zich nemen, op het moment dat het ingewikkeld wordt, ook niet voor weglopen. En dat heeft de heer Dick Schoof gedaan in het verleden, vanuit zijn rol bijvoorbeeld bij de NCTV en op een paar andere hele belangrijke plekken. En ik ben ontiegelijk trots dat hij dat weer wil doen als premierskandidaat. En ik denk dat het juist ontzettend belangrijk is dat we de mensen die dat voor het land willen doen in het landsbelang, dan ook op die manier vervolgens de ruimte geven of zichzelf te kunnen verdedigen. En er zal binnenkort een debat zijn in de plenaire zaal over de regeringsverklaring.
of als er twijfels zijn bij iets anders, dat over te laten aan onafhankelijke instanties zoals het hoort in een rechtsstaat. En ik zou vooral zeggen, het toekomstig kabinet, ik kan mij voorstellen dat er partijen zijn die daar heel veel van vinden. Ga lekker politiek doen, pak het op inhoud, maar niet op dit soort zaken. De heer Itmans, voor een vraag aan de minister. Ja, nou, dat is eigenlijk een vraag aan mijn collega. Waarom niet? Omdat de orde van het debat is dat u straks allemaal een tweede termijn heeft. En dan kunnen we elkaar weer vragen stellen. Oké, doe het via de minister. Vindt de minister het ook, ja, vindt de minister ook raar dat wij hier een debat hebben? Blijkbaar nodig om een minister te vragen wat haar premierskandidaat. Voorzitter, dat is een hele bizarre figuur. We hebben hier een debat met de minister van Justitie en niet met een onderhandelaar. Ik vind het heel raar dat we dat zo doen. Bovendien is D66 altijd die zegt... vindt de minister dat ook niet vreemd. Dat moet wel een vraag zijn aan de minister. Maar ik word hier een beetje moe van. Ik wil ook wel een punt van orde van maken, voorzitter. We hebben het hier over zware zaken, over loslopende veroordeelde jihadisten. We gaan een soort spelletje spelen met een rookgordijn. Van joh, is meneer Schoof wel of niet geschikt? Stel die vraag gewoon in het debat met de nieuwe regering. D66 is de eerste die altijd zegt, je mag niet iemand noemen die zich niet kan verdedigen. Joop den El kan zich ook niet verdedigen, zeg ik altijd. Maar ik vind dat je hem best mag noemen. Maar daar loopt D66 altijd mee voorop. Van niet over ambtenaren praten. Gebeurt hier gewoon wel als een soort spelletje. Heel kinderachtig, voorzitter. Beneden het niveau van dit debat, vind ik. U heeft uw punt gemaakt. Maar misschien wil de minister daarop reageren. Dat zou kunnen, maar het lijkt me ook goed als de minister doorgaat met de beantwoording van de vragen van dit debat. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik ben het helemaal eens met de heer Eertmans.